Wat is het belang van dingen die in de buitenwereld gebeuren, die je daar ziet of hoort, naar je binnenwereld te brengen? Het belang is voor mij vooral dat het naar de binnenwereld brengen van dingen mij bij mijzelf brengt en mij in contact brengt met het bewustzijn dat ik ben. Het brengt me heel dicht bij mezelf en ik ga mezelf dan ervaren als het centrum van het bestaan. En dat ik uiteindelijk het bestaan zelf ben. En dat kun je doen bijvoorbeeld door als je iets ziet, stel je ziet een zonsondergang, de kleuren, het licht. Je kunt dan twee dingen doen. Je kunt je afvragen, waar is dat ook in mij, die zonsondergang? Waar ervaar ik dat licht in mijzelf? Waar ken ik dat licht in mezelf? En je kunt je bewust zijn van wie is degene in mij? Wie is dat wat ziet, wat die zonsondergang ziet? Dus wat is het in mij dat ziet, dat dit ziet? Dat is het bewustzijn. Zelf. Dat is niet zozeer een vraag waar je een antwoord op moet geven, waar je verbaal een antwoord op moet geven, maar het is meer een daar naartoe gaan, naar het zien zelf, het bewustzijn dat ziet. Het zijn alleen maar woorden die ik zeg, maar het is juist iets wat waar je geen woorden aan moet geven, want dat is niet in woorden te pakken, maar het is juist het gaan naar het zien in mij, het bewustzijn, het ziende bewustzijn. En zo kun je dat ook doen met iets wat je hoort. Ik heb dat recentelijk nog uitgeprobeerd met een buurvrouw van mij die heel hard de deuren dichtknalde. Dus in eerste instantie ging mijn aandacht naar die knal van wat is het en welke deur en waar komt het vandaan? Dat is ook onze eerste oriëntatie impuls. Maar toen ging ik voelen, waar voel ik die knal in mij? En dat was hier ergens, in mijn borst, hoog in mijn borst voelde ik die knallen. Dus dat maakte dat het niet meer buiten me was, maar dat het ergens in mij aanwezig was. Dat bracht me al heel dicht naar mezelf. En de meditatieve vraag is dan van om contact te maken met het horen zelf, wat in mij, wie in mij hoort, wie is degene die hoort, het bewustzijn dat hoort en het ervaren dat ik het centrum ben van al die geluiden om me heen. Die geluiden komen naar mij toe, maar ik ben het ontvangende en ik wil dan gaan naar het bewustzijn dat hoort, dat horende is, het bewustzijn zelf. En dat is zonder oordeel over die knal. Dat neemt alleen maar de knal waar. En onze mind, die wil heel vaak labels plakken van, oh, die zonsondergang is mooi. Op het moment dat je er het woord mooi aan geeft, ben je al aan het
interpreteren en ben je in feite al weg bij de ervaring van die zonsondergang. Dus elk woord wat je daaraan geeft, houdt je weg bij de ervaring. En ook als je tegen een ander zegt, mooi hè, en dan gaan mensen ook nog vaak zeggen van, oh ja, maar toen en toen zag ik ook zo'n mooie zonsondergang. Dan ben je zelfs al helemaal weg bij het moment. Dan ben je al ergens in het verleden. Maar die zonsondergang, die kun je niet vatten in een woord. Dat is de ervaring. En ik ervaar het als heel kostbaar om die ervaring ook naar binnen te brengen. De zonsondergang of de zonsopgang in mijzelf te ervaren. En als tweede dus, of eigenlijk als eerste, het eerste belangrijke is het bewustzijn zelf. De vraag, wie ben ik? Wie is degene die ziet? Wie is degene die hoort? Zonder daar verbaal een antwoord op te geven. Wie is degene die beweegt? Ik vind het heel mooi om in mijn wandelingen mijn lichaam te voelen bewegen, met die beweging te zijn. En om dan de vraag te stellen, niet in woorden, maar meer een gaan naar de ervaring van wie is degene die beweegt. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen daarmee. Die kun je delen als je wil in de reacties onder dit filmpje. En in de beschrijving onder dit filmpje kun je zien wat ik nog meer aanbied. En als je daarover geïnformeerd wil worden, 2 wekelijks, dan ben je welkom om je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief, waarin ik heel veel ook deel wat mij inspireert. In vreugde in het dagelijks leven, in meditatie, in familieopstellingen. En waarbij ik ook mijn aanbod van die komende 2 weken deel.